we gaan even naar een andere ruimte. En daar hebben zij een kiddersclub waar zij onder andere genieten van wat Blue Label en van die goede... goede whisky, Blue Label. Wat bourbon en wijnen en et cetera, et cetera. En er zitten daar een paar minuten om wat lagaims te drinken. En terwijl Moshe en Chaim daar zitten bij de kiddersclub, probeerde Moshe die Chaim uit te leggen hoe dat eigenlijk, eigenlijk werkt, de Shabbat gewoontes. En nou na een paar lagaims zei Chaim tegen Moshe, weet je, die wet, die gewoonte, eigenlijk de wet, dat je op Shabbat niet mag rijden, ik begin die gewoonte een beetje wel nu te begrijpen. Naar een paar lagaims. Maar een shul hoort eigenlijk ook een gezellige plaats te zijn. Want hoewel de puur halachisch gezien, is een shul een plaats om te davenen. Een shul is een plaats om een gebed uit te spreken. En dat zijn de wetten waar wij onder andere voornamelijk vanavond gaan bespreken. Maar de naam van een shul heet een Beit HaKnesset. Niet Beit Tefila, maar Beit HaKnesset. Niet een huis van gebed, maar een huis van verzameling. De doel van een Beit HaKnesset, van een synagoge, van een shul, hoe je dat wil noemen, is eigenlijk, de hoofddoel is het feit dat wij bij elkaar komen. Huis van samenkomst heet dat. Huis van samenkomst, ja. En eigenlijk, het is heel belangrijk om dat te zeggen, want er zijn mensen die, terecht of niet terecht, die zeggen, ja, weet je, ik heb niet zoveel met de gebed en het interesseert mij de gebed niet, of ik kan het niet doen. Nou, iedereen kan, want je kan ook op je eigen manier, daar hebben we vorige keer, 2 weken geleden over geleerd. Maar ze voelen zich niet, de gebeden is niet, laten we zeggen, hun eerste prioriteit. Maar dus denken ze, oké, dan kom ik ook niet naar de shul. En eigenlijk is dat een misverstand, want het is een huis van samenkomst. Het feit dat wij bij elkaar zijn, en ik wens even goedenavond aan een live deelnemer, die is net nu binnengekomen. Goedenavond. De feit dat wij bij elkaar zijn, is al een ik wil zeggen, neem een drank. Wat je drinken? Doe maar een flesje water. Ja, dankjewel. Oké. Okay. De feit dat we bij elkaar zijn is al belangrijk. Dus ook als mocht er luisteraars zijn, hier op Zoom of misschien op Facebook, die denken, dat is wel een mooi idee, een shul, maar het is misschien interessant, maar mij is het, ik ben niet zo'n shulganger. Zou ik zeggen, kom. En ook als je, ook het feit dat je bent, is al de eerste goede stap. En als je toch bent, zou ik zeggen, ga maar davenen. Maar goed, dat is een trucje van de rabbijn. Nee, maar goed, echt, de feit dat we bij elkaar zijn, is al belangrijk. Ja. Ze vertelden het verhaal weet je, en ook zijn er sommige shuls die hebben de gewoonte. Bij ons gelukkig niet, maar er zijn wel shuls waar je, om naar shul te komen, zeker Rosh Hashanah en Yom Kippur, moet je van tevoren reserveren. Nou, tegenwoordig, in verband met corona, kan ik het wel begrijpen. Moet je van tevoren reserveren, dan moet je een plaat kopen. En ze vertelden het verhaal dat iemand kwam naar een shul op Yom Kippur. En die wou niet naar davenen, die wou alleen iemand roepen. Ja? Dus ik kwam naar de shul en daar stond een bewaker voor de deur. En die zei, oké, bewijs, even je kaart laten zien. Ik heb geen kaart. Die zegt, nou, je mag hier niet naar binnen. Ja? En ik zeg, nee, ik kom hier niet te davenen. Ik kom hier echt niet te davenen. Ik moet alleen even een vriend even roepen. Ik moet iets doorgeven aan iemand. Ik ben zo, ik kom even 1 minuut om iemand te roepen. Oké, nou zei de bewaker, je mag wel naar binnen, maar ik waarschuw je. Als ik je nou pak, als ik nou zie dat jij gaat davenen, oh, dan ben jij een overtreding. Maar goed, in ieder geval, even serieus gesproken, een shul, een Beit HaKnesset, een huis van samenkomst, is eigenlijk ook een plaats waar we horen te davenen, om onze gebeden uit te spreken.
Het staat gebaseerd op een zin in Mishli, in de Tanach. Amashkim ma'arivel bet ha-knesset, ma'arichin lo yamav u'shnotav. Iemand die komt vroeg, iedere ochtend naar shul, en iedere avond naar shul, dan zou je een langer leven hebben. En dan kan ik je ook vertellen dat als je dat nou 100 jaar doet, iedere dag, dan zou je een langer leven hebben. Logisch, maar alles wat je doet voor 100 jaar zal je een lange leven voor hebben. Maar in Almere hebben wij hier nog geen dagelijkse schooldiensten. Misschien komt dat ooit. Maar als je in de gelegenheid, als je in staat bent waar en schooldiensten zijn, iedere dag, iedere ochtend, eigenlijk 3 keer per dag. Maar het staat in de Talmud, gebaseerd op de Mishli, dat staat over de ochtend en de avond. En dan staat er iets heel vreemds. Als je woont in een stad waar er meerdere shuls zijn, zegt de Talmud, kan je beter naar de shul die verder weg is. Want je krijgt je krijgt de beloning voor de stapjes die je hebt genomen. En ik denk dat geldt ook door de week met de auto. Je krijgt beloning voor de tijd en de energie die je besteedt om naar school te gaan. En dus is het beter om juist naar de verdere school te gaan. Dan staat er ook in de Talmud, zegt het Brachot, de Talmud spreekt over Shachenra, een slechte buurman. En de Talmud zegt, en moeten wij begrijpen, het is niet letterlijk zo vertalen, maar staat dat, wie is een shagena, wie is een slechte buurman, iemand die heeft een shul in de staat, die gaat daar niet naartoe. Maar dat kan je niet zomaar letterlijk zo vertalen, want stel dat iemand niet naar shul gaat, bijvoorbeeld omdat je moet naar werk, en er zijn andere situaties, dus het is niet zo zwart-wit. Het staat ook, dat in Shulchan Aruch, dat is goed om mitzwa larutz lebet ha-knesset. Het is een mitzwa om te rennen naar shul. Het is een mitzwa om duidelijk te laten zien dat je het graag naar shul wil, om naar shul te rennen. En zelfs op Shabbat, wanneer het is niet gebruikelijk om te rennen, staat er dat het mitzwa is om te rennen naar shul. Nou, ik zou niet op Shabbat een joggingpak aandoen om naar shul te rennen, een uur te rennen. Dus je moet het ook in de situatie, afhankelijk van de situatie, maar in ieder geval iets sneller dan gewoon om duidelijk te laten zien dat je graag naar shul wil. Even bracha, baruch atah Adonai Melech Haolam shehakol nehyeh bidvaro. Oké. Maar als je binnenkomt de shul, dan moet je, en misschien is dat logisch, maar als je binnen de shul komt, dan moet je daar niet rennen naar je plaats. Dus rennen naar shul, maar in de shul zelf moet je met heel veel met heel veel respect omgaan. En ik zie dat er zijn wat vragen. Straks om rond 9:30 zal ik gelegenheid geven om vragen te stellen. En ik zal ook de vragen op de chat ook beantwoorden. En ik kijk dan straks ook op Facebook. Dus als je op Facebook een vraag hebt, dan mag je die ook, dan gaan we die ook straks rond 9:30 behandelen. Maar als je vertrekt vanuit de shul, moet je juist langzaam vertrekken om duidelijk te maken dat je graag in de shul wil blijven. Maar, zegt de Shulchan Aruch, als je vertrekt vanuit de shul met de bedoeling om weer een korte tijd daarna weer terug naar shul te gaan, dan is het toegestaan om te rennen, want de rennen weg van de shul is eigenlijk een voorbereiding om weer sneller in de shul te kunnen zijn. En in dat geval is het toegestaan om te rennen vanuit shul. Stel dat je we hebben wat we noemen een beta knesset, en we hebben wat we noemen een beta medrash. Beta knesset is een plaats waar wij voornamelijk hoewel we hebben vertaald dat het letterlijk vertaald is een huis van samenkomst, maar het is een plaats waar je voornamelijk gebeden uitspreekt. Er wordt ook Torah geleerd, maar dat is niet de hoofdzaak van een Beta Knesset. Maar Beta Medrash is voornamelijk het leren van Torah.
En het leren van Torah is gewoon op een hoger niveau dan het gebed. En daarom staat dat als je gaat van een Bet Knesset naar een Bet Medrash, van een huis van leer, waar ze misschien toevallig ook schooldienst hebben, waar ze ook davenen, maar de hoofdzaak van die locatie is Torah leren, dan is het toegestaan om van de school van de Bet Knesset naar de Bet Medrash te rennen. Oké, de manier hoe wij naar school komen. Over de manier hoe wij naar school komen, ze vertellen het verhaal van een Joodse gemeenschap waar binnen het Jodendom, binnen de Joodse wet, hebben wij heel veel gewoontes. En gewoontes die gebaseerd zijn op echte wetten, hebben een echte bron binnen de halacha, binnen de Talmud. Maar dan heb je soms van die gewoontes waar als je nou terugdenkt en je terugkijkt wat de bron van de gewoonte is, zijn ze eigenlijk geen echte gewoontes. Ze hadden een Joodse gemeente waar ze hadden in de gebruik dat als mensen binnenkwamen naar de shul, iedereen die kwam binnen moest buigen naar binnenkomst van de shul, naar de shul. En die gewoonte hebben zij jarenlang aangehouden. Er kwam een keertje iemand voor de eerste keer. En die liep zoals gewoon in iedere shul, die liep gewoon de shul binnen. En mensen tegen hem gezegd, je moet buigen, je moet zo buigen als je naar de shul binnenkomt. Hij zegt, ik heb nooit van gehoord. Nou, dan hebben zij een beetje een onderzoek gedaan over de oorsprong van die shul, van die Joodse gemeente. En wat is er gebleken? Het is een echte verhaal. De oude shul had een heel lage ingang. Het was een laag, dus als de mensen binnenkwamen, moesten ze buigen om naar binnen te komen, want dat een heel lage ingang was. En daar in de Joodse gemeente is het zo dus de gewoonte geworden, als je binnenkomt, dan heb je geen keuze, als een lage ingang is, dat ze moesten buigen om naar binnen te komen. En toen ze later weer een nieuwe school hebben gebouwd, zijn ze verder gegaan met die gewoonte, maar eigenlijk zit daar eigenlijk geen bron in. Dus aan buigen om naar shul binnen te komen, dat is geen officiële gewoonte. Maar hoe moeten wij naar shul komen? We moeten wel met een schone lichaam, dus wel douchen voordat je naar shul komt. Niet Shabbatochtend, maar voor Shabbat zorg dat je schoon bent. Dat is niet alleen voor de andere mensen, maar uit eer, uit respect voor de shul, uit eer voor Hashem, voor God. Zorg dat je schone kleding hebt. Je moet je voorstellen dat je binnenkomt in shul, dat je komt eigenlijk in een gesprek met Hashem. Je komt letterlijk, en de manier moet je je nou voorstellen, stel dat je zou een afspraak hebben met de minister-president of met de koning, dan kom je niet in een t-shirt en een spijkerbroek. Dan kom je wel je moet eer geven aan de shul en eer geven aan Hashem. Dus dat is iedere dag. Dat dus geldt niet alleen voor Shabbat. Shabbat zit er een ander punt. En dat heeft eigenlijk een heel ander onderwerp. Het heeft niks te maken met de shul zelf, maar Shabbat, vanuit respect, uit eer voor Shabbat, Shabbat moet je Shabbatkleding aandoen. Dus bijvoorbeeld mannen dragen een witte overhemd en een pak. En je komt en mensen zeggen, nou, het is niet zo belangrijk als je maar komt. Inderdaad, het feit dat je al bent is belangrijk. Dat is het allerbelangrijkste. En het is een detail. Het blijft wel een detail, maar het geeft een bepaalde eer, een bepaalde respect en een shul. Ook door de week, maar zeker op Shabbat, vanuit de eer van Shabbat, met een kleding van eer naar binnen te komen. Als je modder hebt op je schoenen, moet je zorgen dat die schoon is. Ja, dat staat in Shulchan Aruch, maar misschien is dat logisch. Het is wel toegestaan om met een paraplu naar de shul binnen te komen. Niet op Shabbat uiteraard, want dat mag je niet dragen. Ook niet op Yom Tov, maar een paraplu mag je niet gebruiken op Yom Tov. Dat is een ander onderwerp. Maar door de week mag je wel met een paraplu naar binnen, als je maar zorgt dat de shul niet daardoor vies wordt. Dan wat betreft je hoofd te bedekken. Iemand stelde mij een vraag een paar dagen geleden.
En het is een moeilijke vraag om te beantwoorden. En ik zal uitleggen waarom het een moeilijke vraag is. Is het verplicht als je binnenkomt een shul om een keppel op je hoofd te doen? Nou, je zou denken, nou, dat is een makkelijk antwoord. Toch? Ja. Ja en nee. Want ja, inderdaad, het is verplicht om een keppel te dragen. Maar als je zegt dat het verplicht is om een keppel aan te doen, als je een shul binnenkomt, dan zou je daardoor kunnen denken dat buiten de shul is het halachisch gesproken toegestaan om zonder keppel te lopen. Dus dan geef je dan een verkeer. Maar stel in een bepaald geval dat iemand en haar de hoofd niet bedekt voor een of andere reden, moet je tenminste zorgen dat als je binnen de shul komt, ook als je komt niet davenen, maar als je komt binnen de plaats van de shul, moet je sowieso zorgen dat je een keppel aan doet. Maar ik wil niet dat ik de verkeerde idee geef dat buiten de shul is het toegestaan om zonder keppel. En dezelfde geldt ook voor officieel een vrouw die getrouwd is, die Joods getrouwd is, moet ook haar bedekken, sowieso als je binnenkomt in de shul. Makom kavua, een vaste plek. Er is een gewoonte om proberen, indien mogelijk, om een vaste, in de shul waar je meestal komt davenen, om daar een vaste plek te hebben. En dat leren we vanuit de zin in de Torah, waar het staat, Vayashkem Abraham Baboker, El Hamakom Asher Amad Sham. Ja, Abraham is vroeg opgestaan naar de plaats waar hij is daar, waar hij stond. En we leren vanuit die zin dat hij stond al op die plek. In andere woorden, dat hij had een vaste plek waar hij moest daven. Het hoeft niet per se in precies dezelfde plek als het binnen 4 amot zijn. En daar hebben wij vorige keer over gesproken, dat is ongeveer 2 meter. Als het binnen ongeveer 2 meter van jouw vaste plek, dan is het, geldt het nog bij je vaste plek. Nou, nu met de coronatijd, waar wij proberen minstens 1,5 meter afstand van elkaar te houden, dan wordt het misschien iets ingewikkelder. En nogmaals, het gaat indien mogelijk, indien het lukt, sowieso. Als je een vaste plek hebt in de shul, waar je iedere Shabbat of iedere dag daar komt te zitten of te staan, en je komt naar shul en iemand anders zit of staat in die plek, uiteraard, nou, misschien is het logisch, maar voor alle duidelijkheid, de mitzwa van Avat Israël, de mitzwa van houden van de medemens, zoals je van jezelf houdt, is belangrijker dan een vaste plek in shul te hebben. Dus als iemand anders zit in jouw vaste plek, dan is het belangrijker om die mens niet te beledigen dan in je vaste plek te zitten. En de mitzvah van Abba Israël heeft voorrang in dat geval. Een schone shul. Het is belangrijk dat de shul altijd schoon is. Het is de huis van Hashem. En ieder Joodse gemeente is verplicht om te zorgen dat er iemand in dienst is die shul altijd schoon houdt en dat het schoon blijft. Trouwens, geen toeval. Toevallig waren een tijdje geen vaste schoonmaakster in de shul. In Alheer en Almere. En net vanmiddag, of eigenlijk begin vanavond, hadden wij iemand die is hier gekomen om de shul schoon te maken. Een proef. Magli, wat vind je? Hebben ze het schoon? Goed, ja, schoon? Ziet er goed uit? Ja. Ze hebben het. Dus het is belangrijk dat de shul altijd schoon blijft. Oké. Dwarim betelim, sicha betela, asur. Het staat dat zomaar te spreken in de shul. En we hebben het niet eens tijdens de shuldienst. Als je zit in een shul, en het is niet eens tijdens de shuldienst om zomaar dingen te bespreken die niet van belangrijke aspecten zijn, is verboden. Het is een heilige plek. Je moet van bewust zijn dat de shul is een plek waar Hashem's aanwezigheid is. En dan zou je kunnen vragen, Hashem is toch overal aanwezig? Maar Hashem's de Shechina. En de Shechina betekent, vertaal ik vaak als de bewuste aanwezigheid. De bewuste aanwezigheid van Hashem is in de shul. En daarom moet je niet zomaar van alle onderwerpen. Zeker tijdens de shuldienst. En dan als de rabbijn zou zeggen, zeker niet tijdens de toespraak van de rabbijn. Nee, dat is een grapje. Dan mag je wel praten. Niet te hard. Oké. Dan gaan wij verder spugen in de shul. Staat in de shulchan aruch dat het toegestaan is.
Maar je moet het wel wegvegen. Wacht. Ik weet jullie denken, wat voor een rare gewoonte is dat. Maar Shabbat kan je het niet wegvegen. Dus dat Shabbat moet je met je schoen over de spug doen. Maar staat in de huidige tijd, de moderne tijd, waar mensen voorzichtig zijn in hun eigen huis, gaan ze niet zomaar op de vloer spugen. En dus mogen wij, in dat geval is het ook in de shul eigenlijk beter om vanuit het eer van de shul om dat niet te doen. Sommigen hebben trouwens een gewoonte bij het einde van de shuldienst, bij de gebed van Aleinu l'Shabeach, bij de woorden Shehem Mishtachavim Lehevel Velarik, staat in de Aleinu l'Shabeach, in sommige sidurim staat de woorden, zij buigen naar niks en geen waarde, we hebben het over afgoderij, en dan daarna zeggen we, Vanachnu Korim Mishtachavim Modim, maar wij buigen, wij buigen voor Hashem. En bij de woorden van die buigen tegen niks en geen waarde, de afgoderij, zijn er mensen, sommige mensen hebben de gewoonte om dan een klein spugen, een klein beetje, om niet te genieten van de saliva, de water in je mond van de woorden die spreken over afgoderij. Maar ook mensen die hebben die gewoonte, is niet, moet je ook op een logische manier doen. Je hand voor je mond op een irrespectful manier doen. Eten in de shul. Het is verboden om in de shul te eten en te drinken. Maar als de shul niet alleen de plek is van davenen, maar ook de plek is waar je leert Torah, dan is het wel toegestaan om te eten en te drinken in de shul, want als iemand, als je zou verbieden om eten en te drinken in de shul, dan zou de persoon, we hebben het over iemand die zit de hele dag om Torah te leren, zou iemand naar huis moeten of ergens anders naartoe moeten om te eten en te drinken, en daardoor zou de persoon terughouden van het leren van Torah, en het is in dat geval, in een bet en midrash, is het toegestaan om te eten en te drinken. Desondanks, indien het kan, als je ruimte hebt waar je naast de shul een andere ruimte hebt, waar je daar kan eten en drinken, is het beter indien mogelijk om daar te eten en te drinken. Sowieso is soudat mitzwa een maaltijd die verbonden is aan een mitzwa, bijvoorbeeld een bar mitzwa, een brit mila, etc. Een maaltijd die verbonden is aan een bepaalde mitzwa, is sowieso toegestaan, ook in een shul, ook als het geen beter midrash is, het toegestaan om daar te eten en te drinken. In kiddush, hoe zit het met een kiddush in de shul? Tegenwoordig is het gebruikelijk in veel shuls om een kiddush te houden, en na de shuldienst, bijvoorbeeld Shabbat na de shuldienst, maken we kiddush, we eten en we drinken, en veel shuls hebben de gewoonte om dat in de shul te doen. En het is wel toegestaan. Maar indien je shul hebt, een ruimte hebt waar de mogelijkheid bestaat om in een aparte ruimte de kiddush te houden, dan is het beter om dat in een aparte ruimte te doen. Maar indien dat niet mogelijk is, dan mag dat in de shul zelf. Ik breng als voorbeeld de shul hier in Almere. Tot een paar jaar geleden hadden wij iets kleinere ruimte die we nu hebben. En in de vorige ruimte was er niet genoeg plaats om een aparte shul en kiddushruimte te houden. Dus na afloop van de shuldienst hebben wij de shul omgebouwd naar een kiddush. En we hebben dezelfde ruimte waar de shuldienst is gehouden, hebben wij de kiddush gehouden. Tegenwoordig hebben wij een grotere locatie. En dus wordt er de shuldienst gehouden op één plaats en de kiddush op een aparte plaats. En indien mogelijk is dat beter. Slapen tijdens de shuldienst is niet toegestaan. Slapen überhaupt in een shul is niet toegestaan. Zelfs een shinat arai, zelfs een slapen, een paar minuten, even een dremel, een klein paar minuten, even slapen, is niet toegestaan. Maar weer hebben wij het over de bet en midrash. In een bet en midrash, in een plek waar mensen zitten de hele dag Torah te leren, is het wel toegestaan om te slapen. De reden is weer, hoewel Bet HaMidrash is heiliger dan een Bet HaKnesset,
Maar omdat een Bette Midrash is een plek waar mensen zitten een grote deel van de dag Torah te leren, dan is het, wordt het gezien als een eigen huis. Net zoals je daar mag eten en je mag drinken, is het daar ook toegestaan om te slapen. Toch zal ik geen matrassen over de vloer van de stoel zetten. Dat is niet de bedoeling. Dat kan je beter in een andere ruimte doen. We nemen over 2 minuten geven we even de gelegenheid voor vragen. Een stoel is een heilige plek. Dus mag je niet misbruik maken van de stoel. Stel dat je dat het regent buiten. En het regent heel hard, dan kom je naast de stoel en denk je, weet je wat? Ik ga hier de stoel even binnen. En we hebben het niet over de stoelgebouw, want dat mag. Maar we hebben echt de stoelruimte zelf. We gaan even de stoelruimte in binnen, omdat het regent buiten. Dus je maakt eigenlijk misbruik. Het is een heilige plek. De stoel is geen paraplu. Of het is heel zonnig buiten, om jezelf te beschermen van de regen of van de zon. Is niet toegestaan. Ook is het niet toegestaan om gebruik te maken van een stoel om de weg korter te maken. Dus stel dat je hebt 2 ingangen in de stoel, op 2 kanten van de stoel, en je wil naar de andere kant, je wil verder lopen, naar de andere kant lopen. En om de stoel te lopen zou wat langer duren, om de weg korter te maken. Kom je de stoel binnen om een kortere route te nemen, dat is ook niet toegestaan. Maar zoals vele wetten in de halacha, is daar wel een oplossing voor. Je mag niet zomaar een stoel binnen om alleen maar, iets anders te doen. Alleen maar jezelf beschermen van de regen, van de zon, of om je omweg te voorkomen. Maar je mag daar wel Torah leren. Dus als je wil door de stoel lopen, dan kan je even de stoel even binnen. En ik geef een voorbeeld in Amsterdam, in de JCC-gebouw. Soms als je komt van de achterkant van het gebouw en je wil naar de kantoor, naar boven, en de andere ruimte is afgesloten, dan ga je door de stoel heen om een kortere route te nemen. Dan kom je de stoel even binnen, zit je even eens een paar seconden, zeg je even een pasuk, dan heb je eigenlijk, ben je eigenlijk in de stoel gekomen om Torah te leren. By the way, ga je ook daardoor een omweg voorkomen en dan is het toegestaan. En hetzelfde geldt ook voor andere situaties, bij regen, bij zon. Dus bij iedere wet is er wel oplossing. Dus in situaties waar je jezelf wil beschermen van iets, of wil je daardoor, dus dan is de oplossing dat je zorgt dat je een pasuk even leest, en dan is dat toegestaan. Ik zie dat op de chat waren een paar vragen of er opmerkingen in, dus ik ga even kijken wat hier staat. Is het beter elke keer naar school te gaan? Een ander staat. Ook zo mogelijk. De vraag van Mandy aan iedereen. Omdat we hebben het in het begin van de avond hebben gehad over dat beter is om naar verder te gaan. Dat gaat over verder in dezelfde staat. Maar je hoeft niet buiten de staat te gaan. Dus als je een stoel hebt bijvoorbeeld in Amsterdam, hoef je niet dagelijks naar Groningen om je schooldienst om extra credit te krijgen. Dus het gaat alleen over in de staat zelf. En sowieso, als het Shabbat is, zal ik zeggen, zeker als je niet dicht bij de school woont, en het is beter, Shabbat mag je eigenlijk niet met de auto, dus kan je proberen zoveel mogelijk, zo dicht mogelijk naar huis te gaan als het op Shabbat is. Een vraag, waarom heet dit een school? Dus vertaald uit Duits betekent het een school. Zullen dan niet beter bed en midrash van toepassing zijn? Ja, de school is eigenlijk een Jiddisch woord. Een school is eigenlijk een plaats, een leerhuis. Dus de Hebreeuwse woord is beta knesset. De Jiddische woord is school. En dat komt inderdaad van een huis van leer. Omdat een school is inderdaad niet alleen een plaats om te daven, maar ook een plaats om te leren. Dan was er een vraag van Paul Jacobs, die zegt dat er is een hoofd. Nee, het was een opmerking, je hebt dat beantwoord. Oké. Okay. De tweede ook. Je zegt even een tillempie en dan kan je weer doorgaan. Oké. Maar opmerkingen. Oké, dat is goed. Dan de volgende. Als een vrouw getrouwd is met een Joodse man, moet het hoofd bedekken.
niet-Jood, als een vrouw getrouwd met een Joodse man, moet het hoofd bedekken. Niet-Joods, officieel, maar dat zijn andere wetten, dat zijn de wetten van de Joodse wetten, van de huwelijkswetten. Officieel ben je getrouwd als je groep hebt gehad. En dus dat is van toepassing in een geval waar een Joodse man en een Joodse vrouw zijn met elkaar getrouwd. En dan is de officiële wet van het haarbedekken van toepassing. Moet je even. Oké, dat heb je al gezegd, die opmerking, die hadden we over gehad. En dan nog een. Maar als je de shul binnenkomt om te schuilen voor de regen, je neemt dan de Torah om te leren, dan is het gedoogd dat je er bent. Het doel heiligt dan de middelen, eigenlijk wel. Ja, we zijn. De Torah is niet zo streng. Als je uiteindelijk jij denkt dat het doel was om jezelf te beschermen van de zon, maar eigenlijk zonder dat je dat wist, was eigenlijk de diepere bedoeling om daar een pasuk te leren. En jij denkt, ik maak een trucje en ik ga de pasuk zeggen om mezelf te beschermen. Maar eigenlijk is dat helemaal niet zo. Onbewust is de echte reden dat je bent in de shul binnengekomen om die pasuk eigenlijk te zeggen. Dan kijk ik nu even op Facebook. Of er daar. Of misschien geef ik eerst de gelegenheid aan vragen hier op Zoom. Ja. Maar ja, mag ik alsjeblieft voordat u daar kijkt even vragen, want dat is sneller dan typen. Wat zijn de vrouwelijke verplichtingen om naar shul te gaan? Jo, natuurlijk, ik begrijp door de week. Niet naar shul. Nee, precies, maar op Shabbat. Door de week weet ik het inmiddels. Ook niet. Ja en nee. Vroeger gingen de vrouwen nooit naar shul. Zeker niet. Om vroeg te zijn in de leerhuis, volgens mij, is ook voor de vrouwen. Want het is niet erg. Kijk, er zijn twee punten van de shul. Je hebt de punt van, zoals wij eerder hebben gezegd, de punt van samenkomst. De Joodse gemeenschap komt bij elkaar. En dan heb je de punt dat je komt samen met de davenen. Dat je komt met de minyan te davenen. Een vrouw is niet verplicht met de minyan te davenen. Daarom komt de vrouw ook niet dagelijks naar de shul. Maar een vrouw komt wel naar shul voor de andere aspect. Het aspect van laten we het noemen, de sociale aspect. De samenkomst in de shul. Maar omdat bij een man zit er ook de verplicht. Eigenlijk de verplicht is eigenlijk, indien het kan, iedere dag, 3 keer per dag met een minyan te davenen. Een vrouw heeft dat niet. Dus is het. Van wat betreft de minyan is het belangrijk. Op Shabbat sowieso heb je geen excuus om niet te komen. Want op Shabbat heb je geen werk. Dus sowieso zou een man altijd op Shabbat in shul moeten zijn. De enige uitzondering is een geval van gezondheid en levensgevaar. Dus inderdaad in de situatie van de coronatijd. Die nu eigenlijk aan het... tenminste van de nieuws die wij vandaag hebben gehoord. Dat de patiënten... In de ICU in Nederland zijn gehalveerd in de afgelopen week. Dus het gaat de goede kant. Dus binnenkort is die excuus gelukkig niet meer van toepassing. De wereld wordt gezonder. Gelukkig Baruch Hashem. Maar ik zou zeggen, een vrouw heeft de belang van een vrouw naar school is vanwege de minyan heeft het niet. Maar het idee van samenkomst is ook iets van toepassing is voor een vrouw. Ja, maar ook dus, de mikva. Wat? Ook de mikva. Omdat vrouwen vaker naar de mikva toe gaan dan mannen. En dus daar, door de periode. Dus dan heb je al gauw kans dat er wat vaker naar de shul toe gaan of zo. Ik weet niet wat dat met de mikva heeft te maken. Want mannen... Omdat ze bij elkaar zijn. Van dagelijks. Mannen gaan... soms hebben de gewoonte om dagelijks naar de mikva te gaan. Dus wat dat betreft zijn er mannen die wat vaker naar de shul gaan. Maar naar de mikva gaan. En ook naar de shul. Dus... In het algemeen zou ik persoonlijk moedig vrouwen en kinderen om naar school te komen. Ik denk dat het, stel dat je in een situatie bent thuis en je hebt een kind thuis en die kan niet lopen naar school. En je woont in een plaats waar geen eruv is en iemand moet met het kind thuis blijven. Dan uiteraard in dat situatie moet de man naar school, want de man heeft ook de verplicht om met een minyan te daven. Een vrouw heeft die verplicht niet. Maar in een geval wanneer het kan en wanneer het mogelijk is. Zijn niet echt als verplicht van minyan, maar het idee om samen te zijn bij elkaar is ook van toepassing. Er zijn ook sommige gemeenten, inderdaad,
En juist wat strengere gemeenten, waar het gebruikelijk is dat vrouwen niet naar school gaan. Die bestaat ook. Maar in het algemeen, ik moedig het wel aan om naar school, ook voor vrouwen om naar school te gaan, wanneer het van toepassing is. In de ochtend bijvoorbeeld, we zeggen ook, zeg maar in de eind van de ochtend bijvoorbeeld, er is een stukje. We zeggen ook dat over de mitzvot in deze wereld, en daar een van die mitzvot is vroeg te verschijnen in de huis van de dier. Dus in de huis, ja. Dus in de, ja, vroeg in de shul te zijn, zeg maar, dat is ook met zwaar die je kan hier vervullen in deze wereld. Is dat ook dan een toepassing voor vrouwen? Of wat u uitlegt eigenlijk niet helemaal. Nee, wat dat betreft is dat niet van toepassing voor vrouwen, inderdaad. Ik zie nu op Facebook, zie ik één opmerking van Simon de Vries. Dat was waarschijnlijk in het begin van het les. Dat in Bet HaKnesset een huis van samenkomst. Verder zie ik hier geen andere vragen. Zijn er nog andere vragen voordat we verder gaan? Ik geef nu nog gelegenheid. Als iemand nog een vraag... Nee, dan gaan wij verder. En dan zo ongeveer 9:55 geven we weer gelegenheid voor vragen. Oké, waar waren we gebleven? Oké, een shul, de wet met betrekking tot de eer geven aan een shul is eigenlijk iets wat alleen van toepassing is voor een vaste shul. Dus in een situatie waar je een vaste shul, een gebouw hebt, waar je shuldiensten daar houdt op een vaste manier, daar zijn de wetten met betrekking tot de eer van de Bet HaKnesset, van de shul, van toepassing. Maar in plaats waar je af en toe bij elkaar komt, stel dat een paar mensen bij elkaar komen in een huis om een minyan te maken. De laatste tijd hadden wij in de tijd van corona, zijn er veel plaatsen in het wereld waar mensen bij elkaar kwamen voor schooldiensten bij mensen thuis. Daar zijn de wetten van, daar zijn niet alle wetten met betrekking tot de eer van het schoolgebouw, zijn niet alle wetten van toepassing. Dan staat er in Shulchan Aruch een interessante wet. Mishyeshlo Bet HaKnesset Be'ir. Asur la'avor b'shat ha'tfila. Stel dat je woont in een stad waar alleen maar één shul is. Dus als er twee shuls is deze wet niet van toepassing. Maar als je woont ergens in een stad waar er alleen maar één shul is. En er is alleen maar één deur van het gebouw van de shul. Is het verboden tijdens de schooldienst voorbij te lopen. Ook als jij bijvoorbeeld hebt die ochtend al gedavond. Dus je woont in Den Haag bijvoorbeeld. En je was die ochtend vroeg in Amsterdam en je hebt gedavond. En dan kom je weer terug naar Den Haag. En dan is er nog een schooldienst en er is alleen maar één ingang naar de gebouw van de school. Mag je niet zomaar voorbij lopen, want iemand die het ziet, gezien dat er alleen maar... Nou, Den Haag is geen goede voorbeeld, want Den Haag heeft Den Haag en Scheveningen, dus eigenlijk zijn er twee schools. Maar je komt terug naar en je staat... En Utrecht. Utrecht bijvoorbeeld. Amersfoort. Ja. En daarin is een schooldienst aan de gang. Mag je niet voorbij lopen, want de mensen die daar zijn, die weten niet dat je hebt al gedavond en het zou uitzien alsof jij niet meedoet. Tenzij, staat er zo genoeg, tenzij je loopt met tefillin op je hoofd. Maar als je loopt met tefillin op je hoofd, dan is het duidelijk dat je daar bezig bent met mitzvot. Of als je bezig bent met je loopt met een dier en je bent aan het verzorgen voor een dier, dan is het duidelijk dat je op dat moment niet naar binnen kan. Dan in dat geval is het wel toegestaan. Maar als je een van die voorwaarden niet hebt, dan mag je niet voorbij lopen. Tenzij een andere opening is van de school. Dus stel dat je een deur hebt van beide kanten, dan is het wel toegestaan. Want ook als je voorbij loopt, kunnen mensen denken, nou, die komt wel van de andere kant binnenkort. Dus het is niet, het zal niet vertaald worden als je de school als het ware negeert. Dan hebben wij de wetten van een mechitza. Er is een wet die zegt dat in een shul
moet er een scheiding zijn tussen de mannen en de vrouwen. En de reden dat er een scheiding moet zijn tussen mannen en vrouwen staat in Shulchan Aruch twee redenen. Eén reden is Sholol Arvev Gvarim Benashim, om vanuit de wetten van Tzniut, de wetten van Tzniut, vertaal dat even. Zedigheid. Ja, oké, okay. Zedigheid, dank u wel. Vanuit de wetten van zedigheid, van Tzniut, is het niet goed om samen, als je gaat tavelen, moet je aandacht besteden, moet je man en vrouw niet bij elkaar zijn, moet er scheiding zijn tussen mannen en vrouwen. En de tweede reden is dat de mannen niet naar de vrouwen zullen kijken. Want de algemene natuur is dat mannen worden makkelijker afgeleid door vrouwen dan andersom. En omdat mannen worden afgeleid, is het belangrijk dat de mannen de vrouwen niet kunnen zien tijdens de schooldienst, zodat zij kunnen concentreren aan de schooldienst. En dan, ik heb in de loop van de jaren heb ik meegemaakt discussies met mensen over het onderwerp van de Megidda. En de eerste discussie die ik had over de Megidda hier in Nederland was bijna 23 jaar geleden, toen ik hier kwam in Almere wonen. En ik kwam de toenmalige school, toen hadden we nog geen school, maar de locatie die we hebben ingehuurd voor de schooldienst. En de bestuurders hebben bij mij genomen naar de locatie van de school. Ik kwam een paar dagen voor Rosh Hashanah en over een paar dagen zagen wij de eerste bijeenkomst waar ik aanwezig wil zijn voor Rosh Hashanah. En ik zag een megitza, het was een megitza met alle goede bedoeling, maar de megitza was ongeveer die hoogte. En dat is volgens de halacha niet kosher voor megitza. En toen heb ik gezegd, dat was mijn eerste discussie over dit onderwerp. Nou, maar, goeie entree. Toen hebben degene met wie ik daarover heb gehad, zei tegen mij, rabbijn, als je in de begitza nou hoger gaat maken, dan komen de mensen niet naar Sjoel. En dan zei ik tegen die persoon, ik weet niet of die mensen wel of niet komen, maar één ding kan ik je wel vertellen. Als je de begitza niet hoger maakt, komen wij niet naar de Sjoel. Want het moet de hoogte zijn waar de mannen, de vrouwen in ieder geval niet makkelijk kunnen zien. En er zijn er soms juist vrouwen die hebben moeite met deze wet. Die zeggen, ja, we voelen ons minder, minder gewaardeerd. Want wij zitten van achter de megitza. En dan zeg ik, als jij maar weet wat de reden van de megitza is, dan zou je het, de enige die zou een probleem daarmee moeten hebben, zijn juist de mannen. Want wij zeggen dat de mannen zwakker zijn dan de vrouwen. En de mannen worden makkelijker afgeleid door de vrouwen tijdens de schooldienst. En daarom om de mannen te beschermen van hun zwakte, dus niet de zwakte van de vrouwen, daarom hebben wij megitza nodig. Dus als je de achtergrond van de megitza begrijpt, dan zou je sowieso, mannen misschien wel, maar vrouwen sowieso, zouden daar geen moeite moeten hebben. Makkelijker gezegd dan gedaan. Oké, okay, ja. Gaan we naar de... Ja, is hij veranderd? Wat? Was hij veranderd voor onze zonen? Die is uiteraard. Nee, voor onze zonen. Voor onze zonen, ja. Oh ja? Oké. Ja. Oké, okay, dan hebben wij de bima. De bima is de tafel waar de Torah wordt op gelezen. De bima moet eigenlijk die mogelijk in de midden van de stoel zijn. En in veel stoels is het vaak in de voorkant van de stoel, maar je moet eigenlijk proberen, de bima moet de centrale plek van de stoel zijn, maar daar wordt de Torah op gelezen. Dus eigenlijk is dat de manier om dat op te lossen, is als je één rij van stoelen zet voor de bima, ook als het helemaal voorin is, maar je hebt één rij voor de bima, dan is het als het ware midden de stoel, maar dan zit één rij, ook als er niemand op die rij zit. Maar het feit dat er één rij van stoelen voor de bima is, is al voldoende om te zorgen dat de bima in de midden van de stoel, dus de centrale plek is van de stoel. Dan hebben wij de stender of de amud. Of in Nederland wordt dat de katheder genoemd, volgens mij. Daar hebben ze een speciale woord in Nederland, de katheder, de plek waar de gazaan staat. Het is gebruikelijk in sommige shuls dat de rechterkant is van de Arna Kodesh. Maar er zijn ook sommige shuls waar de stender, waar de amud in de midden van de shul is. En dan moet je zorgen dat de bima iets terug naar achter in de shul zit.
Dan hebben wij te maken met die Rugot, met de twee stenen tafelen en veel shuls op daar in de Kodesh. Of in ieder geval op de parochet, op de gordijn voor de Kodesh. En ook op de meel, op de mantel van de Sefer Torah, heb je vaak de vorm van de Lugot, van de Shnei Lugot, de briet van de twee stenen tafelen, van de tien geboden. En in veel shuls, en ik weet dat dit gebeurt, dat je zou dat heel vaak zien, maar in veel shuls staat het eigenlijk een soort rondje van bovenaan. Maar als je kijkt naar de oorsprong van in de Talmud, waar de Talmud wordt over gesproken, over de Lugot, staat dat eigenlijk de Lugot Merubaot Hayu. Staat dat de Lugot waren vierkantig. En het wordt ook uitgelegd in de Talmud dat het moest precies inpassen in de Arna Kodesh. De bron van de ronde Lugot is eigenlijk iets die kwam van de Romeinen. De Romeinen hebben het met opzet veranderd om het wat mooier rond te maken. Dus eigenlijk is het van belang. En ik wil niet zeggen dat jij meteen in iedere soel dat moet veranderen. Maar het is goed om bewust van te zijn van het idee dat het indien mogelijk probeer je dat om een vierhoekige lugot te hebben. Zowel op de Sefer Torah, zowel op de Arna Kodesh. Dan bestaat er ook een gewoonte, veel parochen, de gordijn voor de Arna Kodesh, om de vorm van een adelaar in de vorm van een leeuw te hebben. Hoewel dat die zijn geen kosher dieren. Maar de vorm van de adelaar en de vorm van de leeuw herinnert ons. Hebben Gibor Karim moet sterk zijn zoals de leeuw. We Kal Kaneshi moet licht zijn zoals de adelaar licht. Om meteen te doen de wens van Hashem. Dus omdat het vertegenwoordigt een bepaalde eigenschap in de godsdienst van Hashem. Dus hoewel dat zijn geen kosher dieren, is het wel toch niet alleen toegestaan, maar zelfs gebruikelijk aan veel shuls om die vormen te hebben op de parochet, op de gordijn en op de Sefer Torah, op de mantel van de Sefer Torah. Maar die niet op de muren van de shul. Ik hoor de geluid van iemand. Dat is van mij skiën. Wat? Oké. Okay. Skiën. Van mijn klok. Oh, oké. Okay. De skierklok. Oké. Okay. Skierklok. Sorry. Maar dus niet de adelaar in de leeuw op de muur van de shul, alleen op de mantel van de Sefer Torah en op de parochie van Arna Kodesh. Kinderen in shul. Is het goed om kinderen naar shul te brengen? Ik zeg altijd, hoewel de Shulchan Aruch staat het niet helemaal zwart-wit zoals ik dat zei. Maar ik zeg altijd, ik word niet gestoord van kinderen die lawaai maken in school. Laat ze maar komen. Het stoort mij, misschien is dat overdrevene, maar niet letterlijk stoort, maar stoort me het feit dat als er geen lawaai in school is, als er geen kinderen in de school zijn die lawaai maken. Want kinderen horen in school te zijn. En weet je, in een kerk is het stil. In een school is het niet stil. Hoort dat zo, hoort dat niet zo, weet ik niet. Maar in een shul hoort kinderen te zijn, want de kinderen, dat is de toekomst. Dus ik weet dat er shuls zijn waar ze wat strenger zijn en kinderen mogen geen lawaai maken. En inderdaad, als ouders en als soorten gemeenschappen moeten we proberen de kinderen op te voeden en te leren. Dat in de shul moet je gedragen, moet je stil zijn tijdens de dienst. Maar als het stil is tijdens de dienst, omdat de kinderen niet zijn, dan heb je niks bereikt. Dus de kinderen horen het een shul te zijn, ook als ze wat lawaai zullen maken. En natuurlijk probeer je zoveel mogelijk om de kinderen op te voeden en te leren. Dat in de shul moet je proberen. En kinderen zijn kinderen. Ja? Maar het is belangrijker dat de kinderen aanwezig zijn dan dat er geen lawaai is. Dus dat is mijn mening. En ik weet dat er zijn mensen die het niet mee eens zijn. Maar ik geef mijn eerlijke mening. Heel goed. Het is de genoeg van kinderen, de opvoeding van de kinderen is te zorgen dat ook van een jonge leeftijd dat je kinderen naar school brengt. Want als je kinderen niet als op een jonge leeftijd naar school komen, wanneer gaan ze dat leren? Dus je hebt eigenlijk als plicht, als ouders, ook als je zelf niet naar school wil komen, geef dan de gelegenheid en je kinderen geven de mogelijkheid om te komen. En leer de kinderen om amen te zeggen. Amen op de kaddish, amen op de brachot.
als de Amida, dus monastery, wordt uitgesproken. En iedere keer dat een kind amen zegt, het staat dat één keer dat een kind amen zegt, Yesh lo chelek lo maba, heeft hij een plek in de toekomstige wereld. Dus brengt de shul. En het geldt zowel voor jongens, dat geldt zo voor meisjes. Zorg dat zij naar shul komen. Wat betreft meisjes in shul, vrouwen moeten bij de vrouwenkant. Mannen bij de mannenkant, uiteraard. En kinderen, sowieso onder de leeftijd van 3 jaar, is er zeker geen enkel punt dat meisjes op de herenkant zijn, of jongens bij hun moeder op de vrouwenkant. Boven de leeftijd van 3 jaar is afhankelijk van de kind. Yeah? Dus een beetje wanneer een kind bewust is van bepaalde, dat is bij de een kind de leeftijd van 5, de andere kind is dat de leeftijd van 10 jaar, maar wanneer de kind een meer bewustheid heeft, is het beter om vanaf die leeftijd, dus daar is geen duidelijke grens, afhankelijk per kind, of het nou 5 jaar of 10 jaar bijvoorbeeld, maar sowieso voor de leeftijd van bar en bat mitzvah moet je proberen al kinderen op te voeden, dat meisjes op de vrouwenkant en jongens op de mannenkant. Dan nog een andere wet, en dan geven we de gelegenheid voor vragen. Hoe zit het met vrouwen tijdens de wetten, de dagen van Nida? Laten we zeggen, van de tijd dat een vrouw onrein is, die tijd van de maan. Dus het staat dat het afhankelijk zijn in de tijd, in de dagen van onreinheid, heb je wat wij noemen de niet-schone dagen en de schone dagen. Tijdens de, wat we noemen de niet-schone dagen, is het bij sommigen gebruikelijk om dan niet naar shul te komen. Wanneer het gaat op een andere tijd van onreinheid, maar wel de schone dagen, van de niet-onreine tijd, en iemand die dat niet begrijpt, kan ik misschien op een andere gelegenheid uitleggen, want dat is niet het onderwerp van vanavond, dan is het wel toegestaan voor vrouwen om naar shul te komen. Maar ook tijdens de niet-schone dagen, als een vrouw door niet naar shul komen, zal daar heel veel, wat we noemen, agmat nefesh hebben, zal heel veel moeite hebben. Stel dat het bijvoorbeeld een lange, een belangrijke dag is, dat is Yom Kippur, of Rosh Hashanah, of een andere belangrijke dag, en door niet komen naar shul, zal ze agmat nefesh daarvan hebben, dan staat er duidelijk een shulchan aruch, dan is het toegestaan, ook tijdens de niet-schone dagen, om ook naar shul te komen. Of bijvoorbeeld naar een simcha, een bar mitzvah van de eigen zoon, et cetera. Is zeker een basis binnen de halacha om te zeggen dat een vrouw ook in die dagen naar shul kan komen. Dat is eigenlijk in het algemeen, dus ik zou zeggen, wat betreft naar shul komen, wat betreft mannen, vrouwen, kinderen, ik zou zeggen, mannen hebben wat betreft de minion onderdeel een grotere plicht dan de vrouwen, maar toch probeer ik in Almere als voorbeeld om mannen en vrouwen en vooral kinderen aan te moedigen. Ik denk dat het allerbelangrijkste is zorgen dat de kinderen aanwezig zijn. Dat in shul te komen. Kom naar shul waar je bent. En ik weet dat er zijn hier mensen van verschillende steden hier in Nederland en misschien ook in het buitenland. Waar je bent, kom de komende Shabbat. De coronadagen beginnen nu te verdwenen, letterlijk. Ja, dat is Baruch Hashem, dat zo de situatie is. En als je, tenzij een reden is vanwege gezondheid, dat je niet naar shul, dat is natuurlijk een ander verhaal, maar indien je een gelegenheid bent om te komen, zou ik zeggen, kom gezellig met de familie, met de gezin, met de kinderen. Ook als de kinderen lawaai zullen maken, En zorg dat wij samenkomen met elkaar in de shul. Ik zie dat er... Laat me zitten. Ja. Wat? Ja. Nee, ik kreeg net aanmeldingsformulier van Kalkensiening. Wat? Ik kreeg net aanmeldingsformulier van Kalkensiening voor Shabbos. Het is nu weer veranderd. Kinderen vanaf 13. Jongeren mogen weer niet in de shul komen. Kinderen vanaf 13 mogen komen? Maar ja, onder... niet jonger. Vorige week was nog vanaf 8. En nu is weer vanaf 13. Oké. Okay. Ik zou zeggen, iedere plek heeft zijn... Ja, daarom, het valt mij ook op. Oké, nou, ik zie hier een opmerking.
van Mandy. Het is toch logisch dat het op een hoogte moet, zodat je elkaar niet kunt zien. Waarom zou je het dan lager doen? Ik vind het een goed punt die je maakt. Het is een hele logische reden. Ja, oké, dat was meer, volgens mij meer een opmerking dan een vraag. Dus waarom zou iemand dat willen? Sommige mensen... ik zal je zeggen, ik zal je één ding toevoegen op dit verhaal van de Megitte in Almere. Want toen ik binnenkwam, die shul, op Rosh Hashanah, bijna 23 jaar geleden, kan ik het nog herinneren, was er een oudere dame die kwam naar shul. En die, die kwam naar binnen. En soms moet je rekening houden, niet soms, je moet altijd rekening houden met de gevoelens van mensen. En die vrouw kwam naar binnen en die zei het ook hardop. Het was iemand die durfde alles te zeggen wat ze denkt. En ze zei, die scheiding tussen de mannen en de vrouwen, dat herinnert mij nog in de, naar de kampen. Naar de scheiding in tussen de mannen en de vrouwen in de kampen. Ik ga hier weg. De vrouw is weggegaan van de school. De volgende week had ik een afspraak met die vrouw. En ik heb haar uitgelegd wat de achtergrond is van de Megitza. Wat de reden en waarom we dat doen. De volgende schooldienst kwam ze terug naar school. En die is tot haar laatste dagen een van de vrouwen die niet alleen zelf naar school kwam. Maar die zorgde dat andere vrouwen ook naar school kwamen. Dus ik zou zeggen... De waarheid wint altijd. Dus soms is het moeilijk om de waarheid te vertellen, om de waarheid te zeggen. En soms moet je rekening houden dat die zou het niet goed vinden. Maar uiteindelijk, als je met de waarheid gaat en je vertelt zoals het is, dan hoef je niemand te beledigen. Want er zijn geen wetten in de Torah ik weet dat er zijn mensen die zeggen, nou, ik ken een aantal, maar ik zeg nou in het algemeen, er zijn geen wetten in de Torah die mensen beledigen. En als je het goed uitlegt, dan begrijp je eigenlijk wat de diepere betekenis daarvan is. Ik kijk hier even op Facebook. Ik zie dat er een... dat is prachtig. Om Anim Smirot gezongen te horen door jonge stemmetjes. Ja, dus een opmerking van Chaya Tzipora, Yogev, dat het is prachtig. Om de Anim Smirot te horen van de jonge stemmetjes. Inderdaad. De aanwezigheid van kinderen in de school is belangrijk. Mensen die ook op een latere leeftijd denken terug aan de Candyman. Ik ben in Amerika opgegroeid, in Atlanta, Georgia. We hadden een Candyman die de snoepjes uitdeelde aan de kinderen. Een school moet een plaats zijn waar je met een goede gevoel naar school komt, maar met een nog betere gevoel terug naar huis komt. Ik ben de Candyman ook in school. Sorry. Oh, jij bent de Candyman. Ja. Ik ben de Candyman. Ja. Was vroeger Jezus C, maar ik ben verhuisd naar Kachsidin. Dus... Je krijgt een upgrade. Ja, ik krijg een upgrade. Paul, ik dacht dat jij alleen maar ijsjes verkocht. Nee, Shabbos niet. Shabbos kerst en lollies. Oké. Lollies. Oké, ja. Nou, als je meerdere schools hebt in één staat, dan kan je wel proberen de mensen te lokken naar school. Dan kan je van tevoren even doorgeven wat voor snoep je hebt. Ja. En de kinderen kijken naar de verschillende schools, welke snoep ze krijgen. Waar krijgen ze de betere kwaliteit snoep? En dan gaan me herinneren, heel vroeger was een meisje en die zei, een meisje zei, de leukste school is Jezus C. En dan vroeg waarom? Ja, dan krijgen we altijd lekker snoep. Ja. Een jong meisje. Ik heb altijd snoep. Dat is heel belangrijk. Dat is heel belangrijk. Oké, nou, dan gaan we hier afronden. Tenzij er een andere opmerking in of vragen zijn. De volgende week is de eerste dag van de weken van rouw. Het is een vastendag. Ik moet nog kijken hoe ik ben op die dag. Maar dat zal ik nog aan Paul Jacobs doorgeven. En maar je hoort nog binnenkort wat en of we gaan doen volgende week. Oké. Bedankt, Goed Shabbos. Graag gedaan en Goed Shabbos. Bedankt voor de mooie shiur en Goed Shabbos. Goed Shabbos. Ja.
Bedankt voor Sjoe. Bedankt, Moshe. Goed Shabbat. Graag gedaan. Ah, lief.